Ja, mensen, we zien het in beeld. Rang 4 finale is voltooid. En dit zijn de rewards die wij allemaal zo meteen gaan openen. Het is helaas rang 4 geëindigd. Het ging best wel lekker. 8-2. Maar op een of andere manier, altijd als ik 8-2 ga, dan gaat het daarna kloten. Dit zijn de playpicks. Die gaan we zo gelijk gewoon live openen. Maar eerst even, abonneer even op mijn YouTube kanaal. Doe even een dikke duim omhoog voor deze video. Heel erg belangrijk. En echt een dikke duim. Joch kan wel wat duimpjes omhoog waarderen. En ik wil gewoon vandaag iets goeds gaan packen. We gaan zo even kijken wie we gaan packen. Maar eerst start select. Speel jij net zoals ik ook EA Sports FC en wil jij korting op de officiële punten of andere gift cards? Ga dan nu snel naar de link in mijn omschrijving en koop jouw codes bij start select. En maak het nu nog mooier door mijn naam, Pasky, te gebruiken voor extra korting op jouw aankoop. Oké, dat was start select. Laten we gaan kijken wie we willen packen. Ja, er is eigenlijk maar één man. Hier staat hij. Het hele seizoen heb ik hem niet gebruikt. Ja, want dit is zijn normale kaartje. Ja, daar wil je natuurlijk niet doodgevonden mee worden. Maar toen kwam ze in vorm. Niet eens gezien. Wel een flinke upgrade. Dat is wel leuk. Dat de informs. Dat is het enige goede wat EA Sports goed doet. Hadden ze al een paar jaar geleden moeten doen. Dat de informs zoveel beter zijn dan de normale kaart. Waardoor de inform ook bruikbaar is. Alleen hebben ze dus de informs uit de FUT Champs Rewards gehaald. En ja, het uitkijken naar een Team of the Week, dat was vroeger volgens mij de shit, hebben ze verneukt. Toen kwam dit, dat Fire of Ice, dat vind ik echt de meest kutte en lelijke promotie ooit. Ik weet niet waarom, maar ik vind die kaarten zo lelijk. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar omdat als een kaart gewoon niet vet is of niet er goed uitziet, dan hoef ik hem niet. Echt fucking dom. Player pick Ramos. Oh, oh, oh. Dat zou wel echt gruwelijk zijn. Sowieso een dik kaartje. Daarnaast, ja, wie is nog meer goed? Ja, natuurlijk wil je Vinicius, natuurlijk wil je Griezmann, natuurlijk wil je Bellingham. Maar ik denk dat je al heel erg blij zijn mag als je een, Camavinga of een Rudiger of zo krijgt. Cancelo, misschien Felix. Nee, Felix is best doel. Kijk, hier moet je eigenlijk al niet eens mee rekening houden. Dat je een speler van 1,5 miljoen pakt. Misschien een Rodrigo, Gundogan, Araujo. Ja. Oké, misschien is Lewandowski het beste nog wat je kan krijgen. Kijk, we weten toch eigenlijk met deze pack weight dat je gewoon een Fini of een Griezmann eigenlijk niet krijgt. Niks is onmogelijk, vertelde een wijs man ooit. Laten we gaan klikken. Hier staan ze. 1 van 4 Ultimate Team Champions van de La Liga Team of the Season. En er is geklikt. Het is niemand. Niemand minder dan fucking... Ja, wat is dit? En ook dat je niet ziet wie nou kiest, maar... Ja, die Savio, even kijken. 4-4. Ja, 97 pace, kiezen. Maar ja, hier word je oprecht niet blij van. Ik zei het al, de beste is gewoon een 30k. Ja, grote kans. Ik ga je vast waarschuwen dat het nu weer gebeurt. We gaan klikken. Het is spannend. Er is geklikt. En Carvajal. Oké, dit is 100 keer beter. Maar voor wie gaan we? Goh, best een ziek kaartje, maar ja, die 92, die is ook 30k. Cancelo hebben we net gezien, 270k. En Gundogan, die is dus, wat ik net zag, 340k of zo. Cancelo even zijn stats bekijken. Hij heeft natuurlijk 4-4, ja, hij is wel een linksback. Maar deze kaart, ja, ziet er ziek uit hoor. Kijk dan die stats, hij heeft geplaatst bal. Ja, ik denk dat voor Gundogan gaan. Misschien even zijn stats kijken, wat kan hij nog meer spelen? Nee. Het is duidelijk, het wordt gewoon Gundogan. Hij is de duurste. En ik denk dat we hem echt goed kunnen gebruiken. We hebben nog heel veel pakketjes natuurlijk in de winkel. Daar gaan we nu gelijk heen. Ik had nog wat pakketten bewaard, maar hier zie je ze allemaal staan. Ja, het is een 3 zeldzame, 85 plus. En natuurlijk die 3 spelers uit de La Liga. Maar we openen eerst dit pakket. Als het geen Team of the Season is, dan echt discarden en verluid me uit me los. Had Koen gezegd. Oké, gemengd spelerspakket. Oh, ik dacht eerst even iets, maar nee, het is natuurlijk brons. Skippen we ook. Welke openen we nu dan? Klein top goud spelerspakket. Weer geen Team of the Season. Natuurlijk ook logisch misschien. Discard en weg. Ah, er moet toch wel één Team of the Season in één van die mindere pakketten zitten. Dat zou al lekker zijn. Zeldzaam goud pakket, ja. Zie je? Je hoeft het maar te vragen, maar ongetwijfeld, wie is dit? Wie is dit? Ja, ongetwijfeld dat dit gewoon meuk is, natuurlijk. Oh, het is zelfs een vrouw. Martin Prieto, zou je denken uitspreken? Ik heb geen Martin. Oké, nou, die discarden we, die twee ook, die ook. En de rest bewaren, want ik heb zelfs geen spelerscontracten meer. Deze listen we en dan is het weer weg. Oké, volgende zeldzaam gouden pakket. We gaan die andere pakketten natuurlijk bewaren, maar dit is, wat moet ik nog zeggen? Hier, Lieke Martens.
gestopt met voetbal. Je wilt natuurlijk kinderen baren. Denkt, hey, het is 31, mijn carrière is voorbij. We gaan naar de 85 plus met 3 spelers. En dit is Frans, dit is Nkunku. Man, 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 dit wisten we maar. Maar ja, je krijgt er geen ene stuiver meer voor. Oké, 100k pakket. Het is tijd om weer een team te pikken, wou ik zeggen. Maar ja, dit is... ja, dit zijn 100k pakketten. Moet je nadenken dat dit vorig jaar of 2 jaar geleden de beste pakketten waren. Dat is net zoals dit ultimate pakket die we nu gaan openen. Ik weet 100% zeker dat hier gewoon niks in zit. Kijk, wat is het beste? Waarschijnlijk een 85, 84. Dit is... Ja, ik hoef het niet eens meer te zien. Oh, wat gênant. Ultimate pakket, gewoon discard. Die fase van de game zitten we. Oké, La Liga Team of the Season. 3 spelers. Het is een Team of the Season. Het is Spaans, dat wil je niet zien. Het is een... Ah nee, het is die gast... Oh, deze knakker kregen we uit ons gratis pakketje. Nico Williams en... Ah, dit is gewoon de packway dit jaar met Team of the Seasons. Kijk, we hebben hem dubbel. Traoré, Savio, ja. Cruyff hebben we gelist. Ik weet niet of jullie hebben gezien dat ik met Cruyff had gespeeld, maar Kanté is al verkocht. Die had ik ook gebruikt dit weekend. Nou, deze Discord hebben we gewoon 1-9 gereden. Voelt mij het nog. Voelt mij. Voordeel is, we zijn even een tijdje ertussenuit geweest. Dat nu iedereen verkocht is. Cruyff voor zoveel minder verkocht. Dat is echt... Maar waar had ik hem gekocht ook weer? Ik had hem echt voor 3,2 gekocht of zo. Gewoon een half miljoen meer verlies binnen echt no time. We hebben gisteren wel een nieuwe SBC unlocked. En die moet je even kijken. Dat is deze gast, Alexander Sørloth. Ja, gewoon gratis af te halen. Hij kost 50, 60k of zo. Maar heel eerlijk, dit is gewoon eigenlijk Haaland 2.0. Misschien kan ik het beter in Futbin laten zien, want ik vind het echt uniek. Kijk, hij kost 76k. Oké, laten we zeggen dat hij gewoon gratis is, want dat heeft iedereen wel liggen. Ja, en dan even Haaland even opgezocht. Het verschil in Haaland met Sørloth. Oké, de pace van Haaland is iets beter. Maar oké, ik denk niet dat het een mega lijp verschil is, maar oké, hij is wel een stuk beter. Tenminste, zijn acceleratie is gewoon 4 hoger. Voor de rest, sprint speed even goed. Shooting, oké, abnormaal van Haaland. Alles in de 99 bijna, dat is echt fucking ziek. Alleen, toch in de meta van de game of zo, als jij vanuit bepaalde hoeken komt of standen schiet, ga je alsnog merken dat hij 92 heeft. Vooral finishing 95 is gewoon fucking hoog. Ja, heel eerlijk, je merkt niet iemand finishing 95 heeft of iemand finishing 97. Dat verschil kan ik niet voelen. Het enige wat je misschien gaat merken is longshot 84, dit is 97. Oké. Pasen, Sørloth, veel en veel beter. Kijk het verschil. 87 pasen, hij 80. Haaland kan niet pasen. Dan hebben we dribbelen. Ongeveer hetzelfde. Composure, ook allebei 99. Dribbeling heeft hij dus zelfs beter, Sørloth. Alleen dit is natuurlijk wel heel bepalend. Sørloth kan een beetje als een... Soms als meer als een truck voelen. Maar goed, 92 dribbeling, allebei. Defend, niet boeiend. En fysiek hebben ze ook allebei ongeveer hetzelfde. En de andere verschillen is ook wel lijp. Ze zijn allebei 1,95. Allebei 5,4. Allebei links. Ze komen allebei uit Noorwegen. Ze hebben ongeveer dezelfde traits. Ja, hoe uniek zijn deze twee spelers eigenlijk als je ze zo met elkaar vergelijkt? Alleen het verschil in prijs is dat Haaland 9 miljoen kost en hij is gratis. Ja, is dat het waard? Is Haaland 9 miljoen waard en Sørloth eigenlijk gratis? Dat is de vraag. We gaan even in ieder geval een potje met die Sørloth spelen. En natuurlijk met onze grote vriend die we nieuw hebben. Waar is die? Zoveel spelers. Zoveel spelers. Gundogan, daar is die. En misschien kunnen we deze vriend ook even testen. Dat is misschien wel gezellig. Je is ons tegenstander. Ik vind eigenlijk dat we ook nog... Ik vind dat we nog even Ramos moeten kopen. Voor de volgende FUT-champs. Oké, we spelen 4-2-3-1 en dan... Sørloth denk ik als diep spits, ja, daar staat hij. Ja, hij is gewoon fucking fysiek. Dat is gewoon, vind ik sowieso chill dat een spits fysiek is. Dus het enige is, ik heb een paar potjes al met hem gespeeld die, ja, soms in de korte meters echt heel long kan aanvoelen. Maar goed, dat wist je al. Ik ben benieuwd naar Gundogan, want dat is echt een lekker kaartje denk ik op papier. Even kijken, eerste kans. Oh nee, hij heeft geen Trivella, hij heeft natuurlijk geplaatst schot. Sørloth, daar gaat hij. Dit is hoe we hem willen hebben. Hij heeft Trivella. Hij heeft Trivella als plus zelfs. En dat blijkt ook wel groen getuind met Sørloth. Kijk, en dan heeft hij 84 afstand schieten. Ja, wat boeit het? Gaat hij, Sørloth. Kijk hoe snel hij is. Laat het eens zien. Doe maar vanaf hier weer. Dit is gewoon een soort
mega kanon Sirlot. Waar is hij weer? Nou, hij voelt best wel goed aan eigenlijk voor... Kijk dan dit. Kom er maar eens tussen. Kom er maar eens tussen. Ja, kijk, hij beukt gewoon iedereen aan de kant. Maakt hem niet uit. Heel eerlijk, voor dit geld, zo'n kaart, met hoe die beweegt en zo, het is echt wel heel uniek. En... vanaf hier? Nee. Even serieus, vanaf hier? En dan, ik zit gewoon een beetje met L2 te kutten en af te houden. En niet eens goed getimed, hè? Gewoon niet eens getimed. Dan gaat hij hier. Sirlot. Gewoon gratis kaartje van Haaland. Het is gewoon een unieke versie van hem. Kijk maar, dit is... Oké, hij kan ook missen, maar kijk hoe hij doorheen wankelt. Deze gaat zo snel, hoor. Dan gaat hij. Savio. Nog nooit meegespeeld. Maar wat doet hij? Hij weet het niet meer. Hij weet het niet meer. Hij zoekt natuurlijk naar onze grote vriend. Sirlot, daar is hij. De reus. Uit. Spanje. Mijn mist. En onze tegenstander kapt mee. Dat snap ik. Hij trekt het niet meer. Maar wat een goal zeg. Die tweede. Waar is de herhaling? Even vanuit hier. Zo even spelend. Even vanuit deze hoek. Eerst even die borrel. Ja, schitterende goal. Schitterende goal. Oké, dames en heren. Dit was hem. Sirlot, ja, ga hem doen. Ik zou zeggen, je bent dom. Als je hem niet doet. Zeg niet snel, maar in dit geval wel. Heerlijk kaartje sowieso. Ook al niet basis dan, maar super sub. We hebben nog 3 miljoen coins. Ja, lastig wie ik moet gaan kopen. Cruyff geprobeerd, die is echt niet normaal. Die is echt super goed, maar ja, leuk om een beetje nog in deze laatste week van de game te wisselen, te proberen. Doe een duimpje omhoog, abonneer even en dan zien we elkaar snel. Ciao mensen, bye bye.